De politie en de brandweer hebben heden morgen een melding van een brand binnengehaald aan de Flamingostraat in Suriname, waarbij een verkoeld leekje is aangetroffen. Ter plaatse aangekomen werd een uitslaande brand aangetroffen. Tijdens bluswerkzaamheden stuitte de brandweer in de woning op het leekje van een kind. Het zou gaan om een meisje van 2 jaar. De kinderen waren alleen thuis. Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt dat er een verkoeld leek is aangetroffen. Hij is momenteel op het adres voor oriëntatie.